Nou, zoals je ziet haal ik de zaden eruit, doe ik met een lepel. Gaat makkelijk, makkelijker. En die zaden bewaren we wel, want die kun je nog weer eten. Maar die zaden in de zaadlijst, dat haal ik dus even uit in die vezels. Zo. Hi guys, I'm Danielle. So I'm Ren. I'm the papa. Hi guys, and welcome. The stove. I'm the old brother. Hey, welkom bij de Lucky Stove. Het is voor mij de 22e, dat maakt het niet uit. We hebben Thanksgiving, dat gaan wij, dat doen wij alleen omdat Danielle en Lydia uit Amerika komen, dus dat willen wij ook gaan doen. En dan heb je altijd pompoenen met die rare gezichtjes en zo, maar ook pompoen pie, pumpkin pie. En ik ga dus mijn eerste pumpkin pie maken. Nou, die ga ik dus, één pompoenetje, die ga ik dus schillen, de schil bewaren. Die kun je wel weer een chips van maken, lekker in de olie. Dus dat doet Danielle dan. En ik zet er dan op water, die koken, want ze zijn vrij hard. Ik schil ze eigenlijk een beetje zoals meloen. Maar kijk uit voor je vingers. Want het is erg taai. En voordat je het weet ben je uitgeschoten. En dan ben je 2 of 3 of 4 vingers kwijt. Ik wou eerst zeggen 6, maar dat zou wel heel bizar zijn. Je ziet, ik hou vrij veel over met deze. Maar zeg, het is een beetje taai. En dan koken we die. Tot ze zacht worden. En dan taart. Ja, de reden dat we het zelf zo doen, snijden, is want je kan het wel gesneden krijgen en geschild al. Maar per 400 gram 2,99. En wij denken dat dit toch goedkoper is. Dus proberen wij het maar op deze manier. En die schil, die doen we niet in de olie, maar die roosteren we gewoon. Dus gewoon droog. En dan krijg je lekkere chips van. Met een beetje zeezout en met kruiden. Ik snij hem als een meloen dus. En let op je vingers. Nou, ik heb hem gepeld. Ik heb de schil daar. Hier heb ik hem op het water gezet. En dan ga ik hem koken. Of in ieder geval op het vuur zetten. En dan wachten tot die vork gaar is, zeg maar. Dan moet hij wel een beetje een bite hebben natuurlijk. Maar het moet vrij zacht zijn. En terwijl deze op het vuur staat, gaan we het deeg maken voor de bodem. Dus, ga ik doen. Nou, ik ben bezig met het deeg te maken voor de taart. Ik heb daarin gegooid 1,25 kop almond flour, amandelmeel. Ik heb daarin zitten een kwart theelepeltje zout. En 1 theelepel erythritol. Even kijken, wat heb ik er nog meer in zitten? Oh ja, en ik gooi erin... Een kwart kopje, ik gebruik kokosolie, niet gesmolten, maar kokosolie gooit erin, een kwart kopje. En dan zometeen nog 2 eetlepels koud water. Dus dat mix ik allemaal door elkaar heen nu. Ja, nee, ik doe het nu met een, met dit ding, dan maak ik allemaal kleine brokjes, dat je een beetje koekkruimels krijgt, zeg maar. Als je het met je handen doet namelijk, dan maak je de olie warm. De kokosnootolie, en dat willen we niet. Het moet wel koud blijven namelijk. En dan zometeen gooi je 1 à 2 eetlepels water gooi je erbij, koud water, totdat het bindt. Koud water. Nou, ik begin met 1 eetlepel. Koud water. Je ziet al, er mag nog wel een eetlepel bij. Nou, het is goed gekomen. Met 2 eetlepels waren toch genoeg, 2 eetlepels water. En dan moet ik het nog een half uur even in de plastic en dan moet ik nog een half uur in de koelkast. En het is mooi deeg dit. Zo.
Nou, even als een bol in de plastic en dan kan het in de koelkast. Een half uurtje. Ja. Zo. Nou, dan kan hij de koelkast in. Tot over 30 minuutjes. Doei, zeg maar doei. Nou, ik heb de pompoen hebben we afgegoten. We gaan nu de ingrediënten erbij in gooien. Het was 670 gram. Maar na koken hebben we iets, ja, door het vocht wat je eruit haalt. En na het afgieten houden we wat minder over natuurlijk. Maar er gaat een kopje erythritol in. En dat is 190 gram. En er gaat 90 gram ongezouten roomboter in. Dus even kijken. Dus dat wordt 81, 90 gram boter. En dan gaan we dus 90 gram boter. Nou, ik heb er nu bij ingegooid een kwart theelepeltje kruidnagel. Ik heb er een half theelepeltje nootmuskaat bij ingegooid. Een hele theelepel kaneel. En een hele theelepel vanille-extract. En die ga ik nou even mengen en dan gaan we de vervolgende ingrediënten in doen. Dus deze meng ik nou eerst eventjes. Het deeg heb ik er inmiddels uitgehaald, want dat heeft ook een half uur in de koelkast gelegen. En een hoop Nederlanders, waaronder ik, dachten eigenlijk altijd, ja, waarom maken en waarom eten ze in Amerika van die pumpkin pies, pompoen, want wat zit er eigenlijk voor smaak aan? Maar ik heb het al vaker gegeten nu. Het is eigenlijk extreem lekker, heel zoet. En dat komt natuurlijk ook door de stoffen die je erin doet, maar of je nou de soep eet, de pumpkin soep, dus de pompoenensoep of de pompoenentaart, allebei erg lekker. Onthoud dat. Nou, dan gaat er nu uiteindelijk als laatste nog een kwart kopje slagroom in en 3 eieren. En dan is die klaar om in de taart te gaan. Nou, 3 eieren. Geen schillen, gebeurt maar nog alles. Meestal eigenlijk, maar nu niet. Zo, nog één eitje. Want een ei hoort erbij. Zo. En dan kan ik die gaan mengen. Zo, nou, de laatste stap. Dan kunnen we proeven of er eventueel nog iets bij in moet aan kaneel of... Ik zeg het altijd, maar het ruikt zelfs al lekker. En het beslag moet eigenlijk heel erg... Of wat niet het beslag van het deeg, want het deeg is al gemaakt. Maar dit moet eigenlijk heel egaal zijn, dus niet met stukjes. Maar als er een stukje in zit en je vindt dat lekker, dan is dat ook geen probleem. Maar Amerikanen hebben het helemaal glad. Zo hoort het. Amerikanen. Oh, een spin. Lekker. Heel erg lekker. Zo hoort een pumpkin pie te zijn. That's how a pumpkin pie is supposed to be. Maar dat doen ze in Engeland niet. Zo. Die was ik dus af en die gaat niet weer terug erin. Dat jullie niet denken, goh, hij zit een keer met zijn tong eraan te likken en dan er weer in. Dat gaat nou allemaal in de afwasmachine. Dat doe ik niet weer. Zo, nou even het bakblik in. Dit is een 9,5 inch bakvorm.
Volgens mij is dat 29 centimeter. Kijk, moet even kijken of 31 centimeter. Dit is volgens mij 31. Nou, volgens mij is het 29 centimeter. Ik ga even op de achterkant kijken, want daar staat het ook op. 24 centimeter. Dus 24 centimeter bakblik en dus 9,5 inch. Maar goed, ik ben hem dus in ieder geval goed aan het inboteren. Inboteren. En denk om de randjes, hè. Zo. Dit is de eerste keer dat ik zo'n soort taart maak. Dus ik hoop dat het er heel fantastisch uit gaat komen. Ik denk het wel, maar ik hoop het vooral. Nou, ik denk dat hij zo wel goed ingeboterd is. En anders nou hij het ook niet meer. Zo. Nou, dat is het. Ah, ik heb het uitgerold, maar dat werkt dus niet. Dus ik ga het met de hand ga ik het erin drukken. Ik heb de mat omgekeerd, ik probeer het erin te krijgen, maar dat werkt niet. En dat is waarschijnlijk bij mij altijd niet te werken. Het werkt bij iedereen, zogenaamd. Maar ik moet het altijd doen en dan lukt het nooit. Typisch, maar goed. Het zal ook wel iets Amerikaans zijn, denk ik. Oh, dit moet je smashen en niet smeren. Dat begreep ik net. Nou, dit druk ik dus voorzichtig aan met een lepel, niet met mijn vingers, want dan maak ik het warm. Die kokos, maar ik moet het toch een beetje verdelen eerst, dus ik doe toch eerst een beetje zo. En dan ga ik het smashen, zoals dat heet. Niet smeren. Alleen het smashen gaat niet zo goed, dus ik ga toch weer even over om het zo te doen. Dat gaat perfect namelijk. En dan moet ik wel zorgen dat ik iets een opstaand randje heb. Maar zo kan ik ook beter voelen of het wat beter verdeeld is, namelijk dat het niet op één plek heel dik is en op een andere wat dunner. Maar dit voelt goed. Ik krijg altijd die leuke projecten, wat onmogelijk is voor mij. Zeurkous, dat ik er ben. Nou, dit voelt goed. Op 175 graden. Kan even 5 minuten in de oven. Nou, dat zijn wel genoeg gaatjes, denk ik. Ja, nou kan hij 5 minuten in de oven. Nou, de helft van de pompoen gaat nou op de taart. Dit is ongeveer de helft. Ja, dit maar meer. Een beetje meer, hoor ik net. Doe maar een beetje meer. Doe maar een beetje meer, hoor ik net. Is goed. Zo is het goed, hoor ik. Zo, kijk eens. Ja, dit is mooi waterpas. Randje nog. Ja. En dan kan hij de oven in. 35 minuten tot 3 kwartier. 30 minuten tot 3 kwartier. En op 175 graden. Klik. Zullen we straks wel zien. Ik hoop dat het lekker wordt. Nou kijk, dit is het resultaat. We hebben 6 kleintjes en deze voor overmorgen. Met de Thanksgiving. Dat is prachtig gelukt als je het mij vraagt. En daar de kleintjes. Woehoe! Eet smakelijk. Nou, dat was het. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. Want zo duidelijk ben ik volgens mij niet altijd. Maar goed. Ze moeten minimaal een uur afkoelen voordat ze de koekjes zien kunnen. We hebben er eentje dus al gemaakt voor Thanksgiving, dat is overmorgen.
Ja, het is nu dinsdag. Morgen wordt dit gepost, dus zien jullie het. Dus morgen eigenlijk. Maar hij moet dus nog in de koelkast en hij moet sowieso nog een uur afkoelen voordat hij eetbaar is. Let op je eigen koolhydraten. Maar probeer een keer een pumpkin pie, man. Probeer zo'n pompoen. Maak de soep van wat dan ook. Hartstikke lekker. Tot de volgende keer en adios. Doei. Okay, guys. Don't forget to comment down below. Guys? Guys? Guys?